Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Hoe doet u dat? Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Krijgt u bijvoorbeeld geen bijstandsuitkering? Of is uw kinderopvangtoeslag stopgezet, terwijl u denkt dat u hier wel recht op hebt? Dan kunt u gratis bezwaar maken. Hoe maakt u bezwaar? U maakt bezwaar bij de overheidsinstantie die de beslissing heeft genomen. Vul online het bezwaarformulier in en onderteken dit met uw digitale handtekening of DigiD. Of stuur een brief met uw bezwaar. Meestal hebt u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Soms is deze periode zelfs korter. Wacht u langer met bezwaar maken, dan wordt uw bezwaar misschien niet behandeld. Wanneer kunt u geen bezwaar maken? U kunt geen bezwaar maken tegen beslissingen over algemene regels. Bijvoorbeeld tegen het verbod om uw vuilnisbak voor 6 uur 's ochtends buiten te zetten. Waar kunt u terecht voor hulp? Hebt u hulp nodig bij uw bezwaarbrief? Ga dan naar nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven. Hebt u een andere vraag over bezwaar maken? Neem dan contact op met het juridisch loket. Bijvoorbeeld als u een advocaat nodig hebt. 0800 80 20. Bellen met dit nummer is gratis. Reageert de overheidsinstantie niet op tijd op uw bezwaar? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Bel ons gratis op werkdagen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. 0800 33 55 555. Of ga naar onze website. Hier vindt u het klachtformulier. www.nationaleombudsman.nl